Dag beste trainers en welkom op de coachcast van VTS Redactioneel in opdracht van de Vlaamse Trainerschool Sport Vlaanderen. Ik ben Yannick Prévost, liaison van de Vlaamse Trainerschool en ik zit hier vandaag samen met Stefan Puijenbroek, sportpsycholoog en dokter in de bewegingswetenschappen verbonden aan de KU Leuven en expert in motiverend coachen. Welkom Stef. Dank u Yannick. Stef, voor onze eerste episode zouden we het graag hebben over omgaan met winst en verlies bij jonge sporters. Iedere trainer en coach komt ooit wel eens in een situatie terecht waarbij ze met hun sporters of atleten moeten omgaan met verlies. We merken ook vaak dat jonge sporters daar bijvoorbeeld extreem op kunnen reageren. Kan je voor ons even kaderen waarom verliezen zo'n grote impact heeft bij deze jonge sporters? Wel, verliezen betekent eigenlijk dat je objectief gezien negatief in een vergelijking komt met anderen. En vergelijken is iets wat jongeren, maar eigenlijk ook de mensen in het algemeen, altijd zal doen. En verliezen is dan ook vaak geassocieerd met falen. En dit gaat dan gepaard met negatieve emoties zoals frustratie, woede of verdriet bij jonge sporters. En dat merken we eigenlijk al in de praktijk bij jongeren vanaf 8, 9 jaar. Die zien we al eens langskomen met deze problemen, zeg maar. Maar dat gebeurt wel meer en meer vanaf 12, 13 jaar. En dat heeft ook een neuropsychologische oorzaak eigenlijk. Het is namelijk zo dat er bij jongeren bepaalde hersengebieden dat de ontwikkeling nog niet op punt staat, dat die nog niet volledig ontwikkeld zijn, waardoor ze hun emoties minder kunnen reguleren of controleren. De hersenen ontwikkelen zich zelfs door tot 25 jaar. En een voorbeeld, een relevant voorbeeld hierbij is de prefrontale cortex, wat eigenlijk een remmende functie heeft in de hersenen. En die is nog niet volledig ontwikkeld. En dat verklaart dan ook waarom je bij jongeren vaker drift of zelfs huilbuien ziet na tegenslag of na verlies. Belangrijk hierbij is wel ook dat er wel veel interpersoonlijke verschillen zijn. Bij de ene gaat dat meer voorkomen als bij de andere. En we kunnen er als coaches dus niet zomaar van uitgaan dat kinderen op een bepaalde leeftijd perfect kunnen omgaan met verlies. En emotionele reacties zijn dus normaal. Maar dat mag natuurlijk ook geen excuus zijn voor onfair gedrag of zelfs agressief gedrag naar anderen toe. Ja. Begrijp ik hier dan dat het de bedoeling is om als trainer situaties te vermijden waarin kinderen geconfronteerd worden met verlies binnen een training? En ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld iedereen altijd een winnaar is? Nee, uiteraard niet, want verlies moet zeker geen drama zijn. Je moet wel proberen een omgeving te creëren waarin winst en verlies eigenlijk losgekoppeld worden van de eigenwaarde en progressie van het kind. Natuurlijk is winnen leuk en is het samen met verliezen inherent aan sport. En dat moeten we ook niet uit de weg gaan of vermijden. Maar er is meer dan dat en dat moet duidelijk gemaakt worden aan jeugdsporters. Ook al kan je niet vermijden dat er onderling vergeleken zal worden, moet je zeker en liefst nog meer taakgericht iets stimuleren. En inzetten op progressie ten opzichte van jezelf. Bijvoorbeeld, een voorbeeld van progressie ten opzichte van jezelf is je persoonlijk record verbreken. Ja, dat eerder dan proberen beter te presteren dan je trainingsmaat. Hierbij kan ook verlies een belangrijke rol spelen, want het leert je omgaan met tegenslag en kan fungeren als leermoment om zo te gaan kijken naar een verlies wat je zelf beter kon doen. Zonder dan ook weer de positieve elementen uit het oog te verliezen, zoals bijvoorbeeld de taken en opdrachten die wel goed zijn uitgevoerd. Is het dan voor ieder kind even gemakkelijk om die taakgerichte focus aan te leren? Dat is een goede vraag en nee, dat is niet het geval. Want het is wel interessant om te weten dat er volgens een bepaalde psychologische benadering kinderen zijn met een fixed en een growth mindset. Jeugdsporters met een growth mindset hebben een meer taakgerichte kijk uit zichzelf. En zij geloven dan ook dat vaardigheden kunnen verbeteren door hard werken, concentratie en oefenen. Kinderen met een fixed mindset geloven daarentegen dat vaardigheden en skills aangeboren zijn en dus niet veranderbaar. Die hebben een beetje het idee dat zij met hun talent geboren zijn en dat zij als goede sporter geboren zijn. Deze zullen dan ook heftiger reageren naar verlies, want hun eigen waarde hangt hier dus mee samen. En als je verliest, ben je dus een slechte sporter en kan je dus niets. Bij deze laatste categorie ga je meer moeite moeten doen om ze te doen inzien dat prestatie meer is dan winnen of verliezen. Hierbij kan je misschien verwijzen naar rolmodellen, zoals bijvoorbeeld Cristiano Ronaldo, die ook nog eens extra gaat oefenen buiten de training om zijn vaardigheden te verbeteren. Het is ook interessant wel om misschien te weten dat in de praktijk zien wij dan ook dat de jeugdsporters die naar ons komen, die het moeilijk hebben met bepaalde tegenslagen, ook vaak zo'n fixed mindset hebben. Dus hun moet je echt meer gaan stimuleren om die taakgerichtheid aan te leren. Dus als ik het goed begrijp, moet je eigenlijk een
klimaat creëren waarin de jonge sporters voornamelijk verlies zien als een leermoment. Maar hoe begin je daaraan als trainer? Kan je ons een paar tips geven? Nu, hierin speelt goalsetting wel een belangrijke rol, of kan goalsetting een belangrijke rol spelen. Iedere coach heeft natuurlijk resultaatdoelen. Daar kan je niet omheen. Bijvoorbeeld een top 3 om een kampioenschap halen of op een veldloop. Maar het is ook cruciaal om in functie hiervan voldoende prestatie- en procesdoelen te stellen. Een prestatiedoel is bijvoorbeeld je tijd verbeteren op de 400 meter. Terwijl een procesdoel dan eerder gaat over bepaalde technische aspecten verbeteren of krachtaspecten. In topsport zijn natuurlijk die resultaatsdoelen het meest zichtbaar. Maar ook daar zijn topcoaches veel bezig met die twee andere soorten doelen. Die zijn minder zichtbaar, maar zeker voor jeugdtrainers zijn die prestatie- en procesdoelen cruciaal en zullen deze op middellange of lange termijn ook leiden tot het behalen van resultaatsdoelen. Nu, bij het opmaken van zulke doelen, van prestatie- en procesdoelen, dien je rekening te houden met de zone van de naaste ontwikkeling. Dat betekent dat je sporter telkens lichtjes uit zijn comfortzone laat komen en dus aanspreekt op een niveau dat net buiten het bereik is van wat hij op eigen kracht kan. Belangrijk is wel opnieuw deze doelstellingen los te koppelen van winst of verlies en nadruk legt op het verbeteren van eigen prestaties, progressie ten opzichte van jezelf en niet per se op het outperformen van anderen, van je tegenstanders. Bij verlies kan je natuurlijk wel vertrekken van het resultaat, en dit net aangrijpen om te gaan kijken door welke controleerbare aspecten het verlies komt. Maar dit lijkt me dan misschien wel moeilijk haalbaar voor hele jonge sporters. Dat klopt, en een belangrijke kanttekening hierbij is dan ook dat sporters op heel jonge leeftijd moeilijk hebben om doelen te stellen, zeker op wat langere termijn. Een 7, 8-jarige kan absoluut ook niet denken op langere termijn, opnieuw door die ontwikkeling van de hersenen. Hierbij kan je wel heel eenvoudige korte termijn doelen stellen, waarbij je idealiter ook de link legt met wat spelers leuk vinden. Bijvoorbeeld proberen ze een 1-2'tje te spelen en dit dan te linken met hun idolen die dat ook doen. We zien ook vaak wel in de praktijk dat jonge kinderen het echt bepaalde aspecten wel al leuk gaan vinden, bepaalde technische aspecten al leuk gaan vinden, zoals passen, eens een dribbeltje doen, een tackle. Ook hierop inzetten kan dan zeer effectief zijn. Een ander voorbeeld van een procesdoel op jonge leeftijd kan bijvoorbeeld zijn geen enkele bal buiten trappen en proberen telkens passen te geven, ook al heeft dat misschien in eerste instantie een nadelig effect op de prestatie. Oké, dat is duidelijk. We hebben het gehad over spelers en coaches. Ik kan me voorstellen dat er nog andere factoren zijn die het omgaan met winst en verlies beïnvloeden. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de hoge verwachtingen van ouders. Hoe kan je hiermee omgaan als coach? Ja, ouders spelen zeker een rol, een grote rol, een belangrijke rol in dit verhaal. En idealiter neem je de ouders dan ook mee in dit hele taakgerichte verhaal, door dit vanaf het begin te communiceren. Zo kan je bijvoorbeeld in het begin van het jaar misschien eens kort samenzitten met de ouders. Niet alleen om praktische afspraken te maken, die ook nodig zijn, maar ook om kort je manier van werken uit te leggen. Dan kan je meegeven eigenlijk dat je als coach de nadruk zal leggen op het leerproces, en de prestatie en minder op winst en verlies, omdat deze zaken veel controleerbaarder zijn dan winnen en verliezen. Dat zal ook zorgen voor minder stress en dat kan je ook meegeven met je ouders. Ik besef natuurlijk dat coaches weinig tijd hebben, maar volgens mij bespaart dit wel uiteindelijk tijd doorheen het jaar, omdat je dan misschien minder moet gaan omgaan met lastige of gefrustreerde ouders. Je kan hierbij ook bijvoorbeeld een aantal ouders aanduiden die dit proces moeten bewaken. Die andere ouders corrigeren of aanspreken op een vriendelijke manier wanneer ze toch die focus te veel gaan leggen op het winnen en het verliezen. Als ouder zelf moet je ook je kinderen altijd tijd geven om te leren van een verliesmoment en om te leren omgaan met hun emoties. Zo zijn sommige jeugdsporters er bijvoorbeeld mee gebaat en dat proberen ook in te bouwen bij sommige jeugdsporters die langskomen bij ons in de praktijk. Zijn er mee gebaat met een soort van time-out na een wedstrijd, waarbij ouders verplicht worden om minstens een half uur te zwijgen in de auto. Ja. Nu, dit moet natuurlijk een samenspraak met de atleet of met de sporter, want sommigen willen daar uiteraard wel over praten. Maar het is belangrijk dat het niet enkel en alleen gaat gaan over winst en verlies. Het kan zeker over de wedstrijd beginnen. Waarbij het ook weer belangrijk is wat er goed ging en wat er plezant was. Maar vaak heb je ouders die enkel of vooral aan eerste instantie vragen, heb je gewonnen, heb je gescoord? En enkel daarop focussen is niet ideaal en
maakt het niet makkelijker voor kinderen om leren om te gaan met winst en verlies. Ja. Probeer ook naar je kind te luisteren wat ze er zelf van vonden. En geef wanneer je uitleg geeft, wanneer je taakgerichte instructies geeft, ook uitleg daarbij. Maar besef ook dat dit vooral de taak van de coach is, tijdens, maar ook na de wedstrijd. En het is zeker niet de bedoeling om te pamperen, en ik kan zeker rustig aanhalen wat er beter kan. Maar besef, het plezier blijft toch uiteindelijk het belangrijkste voor een recreatieve jeugdsporter. En dit garandeert dan ook verdere sportbeoefeningen op lange termijn en wederom een grotere kans op progressie. Oké, super. Dus, kort samengevat, ik onthoud voornamelijk dat het normaal is dat kinderen op jonge leeftijd heftig kunnen reageren met verlies, maar dat het ook geen excuus mag zijn om onfair gedrag te vertonen. Ten tweede, dat je best als coach een klimaat creëert waarin je van verlies een leermoment maakt. En als slot, dat je best ouders kunt meegeven of meenemen in het verhaal van taakgericht werken en uitleggen dat ze niet enkel moeten focussen op winst en verlies. Dat is een correcte samenvatting. Oké, Stef van Puijenbroek, hartelijk bedankt voor jouw expertise. Tot zover onze eerste podcast omtrent omgaan met winst en verlies. En tot de volgende.